Er is crisis op komst bij voetbalvereniging PKC 83. De club mag van de gemeente nog niet op de natuurgrasvelden spelen vanwege de afgelopen periode van droogte. Geen wedstrijden is geen omzet en daardoor dreigen financiële problemen. Omdat de club bijna als enige in de stad geen kunstgrasveld heeft, kan er ook niet getraind worden. PKC moet daarvoor uitwijken naar velden van andere clubs, laat in de avond of naar de zaal. Robert Groninger, bestuurslid en trainer van PKC 83, vindt de hele situatie onbegrijpelijk en snapt niet dat PKC geen kunstgrasveld heeft. Het klopt niet. Elke club heeft een kunstgrasveld, wat je net aangeeft. Kan 12 maanden erop spelen. 12 maanden kunnen ze de kantine open doen. Wedstrijden spelen. Ja, wij zijn gewoon 5 maanden, kunnen we niks. Als je dat vergelijkt met wat we net over hadden over de andere clubs. Onze wethouder Pauw de Rook die heeft het over gelijke speelvelden, gelijke rechten. Dan moet iedereen maar per vierkante meter hetzelfde bedrag betalen. Ja, laten we eerlijk zijn. Iedereen in Groningen, behalve wij in Engelbert, kunnen in principe 12 maanden erop spelen. Wij 7. Ja, en dat vinden we niet reëel om dan dezelfde kosten te hebben dan de rest van de Groningen. Ook de kinderen van Kids United spelen wekelijks met 160 man op de velden van PKC. Ja, we zijn nu hier eigenlijk met 200 spelers zijn we hier. Wat we vragen is, we willen gewoon graag trainen. Voetballen, Kids United erbij, gewoon 12 maanden lang, dat we wat kunnen organiseren. Het gaat om dat je hier altijd aanwezig kan zijn, over Kids United. Wat wij graag willen is gewoon een kunstgrasveld. Net als elke andere club in Groningen die dat heeft, willen we dat graag. Want we willen graag ook naar de toekomst kijken. En ja, als dit gewoon constant zo doorgaat, dan hou je het hoofd gewoon niet meer boven water. Wat is er nou eigenlijk mis met dit veld dat jullie er niet op mogen spelen? Nou ja, als je hier gewoon overheen loopt, dan zou je afvragen waarom we niet kunnen spelen. Het is wel heel droog geweest, deze zomervakantie. Maar ja, de gemeente heeft ook behoorlijk hun best gedaan om het veld te besproeien en om het goed te onderhouden. Dus wij vragen ons ook af waarom het alweer verlengd wordt naar 14 september. Naast het hoofdveld is ook het trainingsveld op Sportpark De Kring aan de Pijzenweg niet geschikt om op te spelen. Het andere trainingsveld, daar zijn ze met vrachtauto's over gegaan. Daar hebben we van de gemeente, daar ben ik echt heel erg dankbaar en zijn we ook heel erg blij mee, nieuwe kleedkamers voor gekregen. Alleen daar zijn platen opgekomen op dat kleine trainingsveld. Dat ligt er gewoon hopeloos bij. De gemeente laat in een reactie weten dat de wortels van het veld nog een paar weken groei nodig hebben, zodat het veld ook de rest van het seizoen bespeelbaar is. Over de kunstgraskwestie geeft de gemeente nog geen reactie.